can almost see it, that dream I'm dreaming. But there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Het Cultuurfonds krijgt natuurlijk niet geld zomaar uit de lucht vallen. Dat komt uit heel veel verschillende bronnen, van het zakenleven, uit particuliere fondsen, fondsen op naam. En hier en daar ook een loterij. En daar wil ik graag even aandacht voor. Mag ik alsjeblieft aankondigen Adriana Esmeijer, de directeur van het Cultuurfonds. En Rieneke van der Laar van de Lotto. Hallo. We kennen allemaal de Lotto, maar toch, wat is de Lotto? Het is gewoon een spelletje eigenlijk. Het is een spelletje waarmee je elke week verschrikkelijk veel geld kan winnen. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat wij het Prins Bernhard Cultuurfonds steunen en nog andere goede doelen in Nederland. En dat dus eigenlijk de spelers van het spelletje daarmee ook hier het Prins Bernhard Cultuurfonds steunen. Adriana, directeur van het fonds. Hoe belangrijk is zo'n lotto voor het fonds? Heel belangrijk, want als mensen meespelen aan de lotto, dan steunen ze dus eigenlijk ook indirect het Prins Bernhard Cultuurfonds. En daardoor kunnen wij jaarlijks zo'n 3600 projecten op alle terreinen van cultuur en natuur steunen. Waarom kiezen jullie voor het Prins Bernhard Cultuurfonds? Want het is natuurlijk heel veel wat jullie kunnen steunen. Ja, zeker. Daar hebben we 50 jaar geleden voor gekozen. Dus dat is al waanzinnig lang. En dat is eigenlijk omdat we het belangrijk vonden dat de cultuur in Nederland opgebouwd werd toen nog en nu in stand wordt gehouden en ontwikkeld wordt. En zeker talenten de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Ik geloof dat je iets, het is heel groot en geel. Ik neem aan dat dat iets is wat je wil overhandigen. Wat is het? Nou, het is een symbolische cheque voor ongelooflijk veel geld die wij graag aan het Prins Bernhard Cultuurfonds geven. En om onze trots te uiten op het werk wat zij vertegenwoordigen. Weet je al wat je ermee gaat doen, Adriana? De allerbeste projecten die wij de top van Nederland vinden, die krijgen een deel van dit bedrag. En dan op al die gebieden, hè, waar we het over hadden? Op alle gebieden, alle podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, natuurbehoud, geschiedenis, letteren, dans. U kunt het zo gek niet bedenken. Fantastisch, gefeliciteerd hiermee. Dankjewel, Rieneke. Ik zou zeggen stop hem weg, maar hoewel, je kunt hier niks in... Ja, precies. Dank jullie wel, Rieneke van der Laar en Adriana Esmeijer.